Esther Duinenveld, voorzitter van de stichting Goed voor Elkaar. Voor het eerst met je team bij de Groene Ezel met een expositie van de Groene Kwast. Hoe leuk is dat niet voor jouw team? Ja, geweldig. Ja, ze hebben er een aantal maanden met veel enthousiasme aan gewerkt. En ja, nu is dan het moment dat het eindelijk tentoongesteld wordt. En hoeveel dames doen er aan mee? 6. 6 in totaal. En wat maken ze allemaal? Ja, heel verschillend. Ze hebben zelf hun eigen stijl ontwikkeld. Dus dat is echt heel verschillend, zoals je kunt zien. Anne, jouw expositie, hoe vind je dat hier? Was het spannend? Het was niet echt heel speciaal spannend, maar het was wel heel erg een eer om gevraagd te worden om het te mogen doen. Jullie hebben heel wat moois neergezet. Wat is jouw toevoeging hieraan? Wat heb jij gemaakt? Ik heb vooral tekeningen gemaakt. Die gaan over manga, maar ook dans. Want dat is allebei wel een deel van mijn leven. En ik vind het heel erg leuk om teksten bij de dans tekeningen neer te zetten. En verder om de kleuren te verzinnen die gewoon niet veel voorkomen. Zoals zwart en rood, een combinatie, die zie je niet veel. Ja, en gezichtsuitdrukkingen veranderen. Want je kan personen zien van de buitenkant heel blij, maar van binnen zijn ze misschien wel heel erg somber. Dus dat vind ik vooral heel erg leuk om te doen. We zien tekeningen, we zien schilderijen. Wie heeft wat gemaakt? Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat kan. En er hangt ook een lijstje bij met foto's wie wat gemaakt heeft en waarom ze dat gemaakt hebben. Dus daar kunnen de mensen het zelf ook op lezen. Kim heeft bijvoorbeeld de serie Dikke Dames geschilderd. Sarah die is meer van de abstract, dus die is een vierkantjes en een heleboel kleurtjes. Ja, het is echt heel verschillend. Anne die heeft bijvoorbeeld getekend. We hebben iemand die op een servieslijn heeft geschilderd. Dus ja, ze hebben daar helemaal de vrije hand in gekregen. Kim, wat is jouw bijdrage hier aan deze expositie? Nou, ik heb de Dikke Dames geschilderd en ik heb servies gemaakt. Daar begonnen we mee. Maar uiteindelijk ging ik groot werken en ik dacht ik wil toch groter en met kant natuurlijk. Dat is wel het leukste van de Dikke Dames. Jouw voorkeur gaat uit naar Dikke Dames? Ja, ik vind gewoon mensen met een beetje postuur dat wat steviger is. Ja, die hebben ook gewoon recht op wat je al las in het stukje natuurlijk, staat ook in van je hoort ook gewoon erbij, vind ik zelf. En naast Dikke Dames, wat vind je daarna het leukste om te maken of te schilderen? We hadden laatst een project van Kenia. Moesten we allemaal poppetjes tekenen en dat verkochten wij dan. En daar hielden we geld op voor een school. En daarvan gingen we boeken en schoolspullen voor aanschaffen. Van het geld wat wij ophalen. Simone, hoe vond je de opening van de expositie? Supermooi. Vond je het ook spannend? Nee. Je vond het niet spannend. Wat heb jij hier gemaakt? Die schilderij, daar zo, met allemaal in een kleurrijk. Okay, heb je daar lang over gedaan? Nee, een uurtje. Een uurtje maar? Ja. Dat is toch vrij kort? Veel mee. Dus je bent een echte schilderes? Ja. Sarah, wat heb jij gemaakt? Ik heb een hele leuke schilderij van de mozaïekjes gedaan. Van mozaïekjes? Ja. En vind je ze erg mooi? Ik vind het zelf heel erg leuk. En ga je ze ook verkopen? Ja. Ja? En wanneer ga je dat doen? Dat ga ik samen met de begeleider wel doen. En is dit voor herhaling vatbaar, deze expositie? Aan het enthousiasme van de meiden te horen, ja. Zeker. En het wordt ook verkocht? Als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze contact opnemen via onze website. En dan ze kunnen ook eventueel een opdracht dingen maken. Dus dat kan. En kunnen ze ook bij de Groene Ezel terecht om deze te kopen? Of gaat dat alleen naar jullie eigen adres? Dat gaat echt via ons, ja. Jan van de Groene Ezel, jullie stellen deze muur ter beschikking aan toekomstige kunstenaressen en kunstenaars. Hoe loopt dat in zijn werk? Nou, als iemand denkt ik heb werk liggen en je kan professioneel kunstenaar zijn. Je kan ook iemand zijn die op een zolderkamertje aquarelletjes maakt. Maakt niet uit, maar als je dingen maakt waarvan jij denkt die wil ik eens laten zien. Je meldt je aan bij de Groene Ezel of telefonisch of bij de kassa. En deze muur staat een maand tot je beschikking. En misschien ben je dan niet alleen de kunstenaar van de maand, maar we hopen natuurlijk op de kunstenaar van de eeuw. Maar voor een maand zijn we heel blij. Dus iedereen die wat dan ook maakt,
meld je en laat je zien wat je kunt. En het geeft meer voldoening dan je denkt, denk ik. Groene Ezel!